Dank u wel, voorzitter. Ik zal een laatste poging doen om de regering te overtuigen om af te stappen van het onheilzaam pad dat ons volk in schrijnende armoede laat lijden en creperen. Zelfs vanuit de optiek van de economie zal dit traject aan de ene kant overbodig zijn, anderzijds slechts symptoombestrijding. Toen u de bondholdersregering benaderde, hebben zij een IMF-programma geëist als voorwaarde voor een schuldherstructurering. U heeft de ruimte gekregen toen om zaken op een rij te zetten en de kosten en de baten af te wegen. Voor de noodzaak van een IMF-programma. Wat zijn de kosten? Dat Suriname een wanbetaler zou worden, kon u al voorzien hebben. Op de D7-lijst zou belanden, kon u al voorzien hebben. Terwijl de verhoogde inkomsten zeker niet voorbij gaan aan onze crediteuren. Die zien alles. Dus een sterke min voor de credit rating. Ten tweede, afsluiten van die kapitaalmarkt hadden we al gewaarschuwd zou gebeuren in september 2020, hebben we dat gezegd. En afhankelijkheid en isolatie bij de Washington Consensus leden, die niet voortvarend met productie zijn en financiering van productieprojecten. Bet your life. Geen Wereldbank, geen IDB ga je grote financieringen voor productie krijgen. Suriname is ook niet ready met zijn structuurplannen, met ons kader. Ik heb gezegd, laat het planbureau versterken. Dus een sterke min daar ook voor ontwikkelingsfinanciering. Ook is deze isolatie bij de Washington Consensus zeer gevaarlijk. Gezien wij dreigen af te dwalen van onze positie in de wereld. Vriend van allen, satelliet van niemand. Ik hoop niet dat wij hiermee met dit traject falen de maximale kansen gelegen in onze olie- en gasbronnen voor land en volk te consolideren. Een dodelijke min voor kansen voor onze komende generaties. Financiering van productieprojecten zullen slechts op microniveau plaatsvinden en al dus in het licht van productie. Is dit programma slechts symptoombestrijding? Los van productie zijn alle cruciale maatregelen voor herstructurering van de economie. Herstructurering van de economie, zoals we zeggen, CFATF, NRA, anticorruptie, state of the art, macro-economische modellen bij planbureau, automatisering van financiën, centrale bank, zijn allemaal zaken die al lopen vanaf de vorige termijn. Daar is IMF al dus helemaal niet voor nodig. Een sterke min, nogmaals, voor productie. Ook na herstructurering zal er terughoudendheid zijn bij onze bevriende naties voor ontwikkelingsfinanciering. Een sterke min voor Surinamers relaties met onze bevriende naties. Downgrading ratings. Dat zijn de kosten. Moody's heeft onlangs in haar beoordeling in 17 februari 2023 onlangs zelf gezegd dat na de herstructurering de rating van Suriname zal blijven aan de lage kant, ik citeer. Even after restructuring is complete, Suriname's rating is likely to maintain at the low end of the rating scale. Nog een min voor de toekomstige rating vanwege dit traject. Dan is het ook nog een slepend proces. Gezien de volatiliteit, dat zeggen we de wisselvalligheid, van de financiële markten is nergens zo erg of nooit zo erg geweest als nu. Ook een sterke min voor de voorspelbaarheid van het succes van je herschikkingsavontuur. Sterker nog, voorzitter, de verhoogde mijnbouwinkomsten vanaf 2020, de besparingen van overname van de dam, $72 miljoen op jaarbasis, en ook financiële COVID-steun die je zo altijd zou krijgen, ten alle tijden, wereldwijd kregen landen dat, zou u al direct inzicht gegeven moeten hebben. Van luister, ik moet afstappen van een schuldenherstructurering. Inclusief de mogelijkheid voor macro-economische maatregelen zonder IMF, maatregelen van die gesaboteerde valutawet, retentie oftewel repatriatie zonder IMF, terugdringen van speculatie, semi-marktwerking door die wisselkantoor onder controle te krijgen, de koers, alleen verkoop van cambio's aan de centrale bank was ook in de valutawet, allemaal de negatieve lijsten importen terugbrengen, allemaal onderdelen van een valutawet zonder IMF. Een sterke min dus voor alternatieven dan dit dergelijke avontuur. Maar het ergste van al, ergste kosten en offer, is die armoede en die verloedering waarbij onherstelbaar riet wordt aangebracht. En de baten, voorzitter?
De baten, er is maar één baat. Een lichtere rentelast met een mooi exponentieel dalende trend die u hier ziet. Een mooie trend, dalende, een trend van aflossing van schulden en rentes tot 2048. Als wij de balans opmaken, 9 kosten tegenover 1 baat, is het de moeite niet waard. Regering, neemt u in heroverweging het herstructureringstraject met Lazard. U bent bezig met symptoombestrijding. De productie staat stil onder dit programma. Er gaan geen alleen maar micro dingen plaatsvinden. En met de huidige premies bij de banken, parallel aan de inflatie, zeker niet stimulerend voor productie. Want je hebt geen venture capital. Voorzitter, ten tweede. Het resultaat van de KPI's, wat noemen we het key performance indicators. In 2,5 jaar na dit herstelprogramma, IMF-programma. Voorzitter, als we het vierde kwartaal rapport citeren. In oktober, toen bekendgemaakt werd dat er een hervormingsprogramma doorgevoerd zal worden. Deze moet onder andere, dan gaan we kijken, zijn de resultaten gehaald na 2,5 jaar. Macro-economisch evenwicht op middellange termijn bewerkstelligen. Is dat gebeurd? Helemaal niet. Banen creëren, zodat de levensstandaard van de bevolking verhoogd wordt. Is het project geweest? Dat waren de uitgangspunten van dit project. Van het IMF met het herstelplan. Niet gebeurd. Overheidsschuld beheersbaar maken. Het was 110%, 111%. Ik ga je straks aantonen bij de regeringswisseling. En het is juist omhoog gegaan hoor. Het is juist omhoog gegaan. Maar dat geef ik u straks. Voorzitter, ook conform de bankwet. De centrale bank, die volgens de bankwet haar taken moet vervullen, kan dat niet doen. De centrale bank zou eerder zeggen, ik kan niet werken vanwege de afspraken van het IMF. Kijkt u naar die indicatoren. Taken van de centrale bank. Is een stabiele prijspeil? Nee, de inflatie is al 50%. Is er een schepping van werkgelegenheid zoals de taken van de centrale bank dat definiëren? Nee, werkloosheid neemt alleen maar toe. U heeft tijdelijk ook je minimumuurloon aangehouden. Alleen zal die werkloosheid nog meer worden. Evenwicht op de betalingsbalans? Nee. Anders zou het werkelijk tekort nooit 17,6 zijn van de begroting. Maar zelfs die 17,6% is geen. Daar kom ik straks op. Voorzitter, als die staatsolie en commerciële banken onze dividenden en royalties geeft, gaat het toch niet helpen om de stabiliteit te bewerkstelligen? Die zijn geïnteresseerd in winst maken. Het beleid is omgekeerd juist van betalingsbalans bewerkstelligen. Retentiecommissie werkt zelf via de commerciële banken. Uithollen van de centrale bank. Hoe is dat mogelijk met afspraken met het IMF? Export- en productiebevordering is er niet. Daarvoor is er geen financiering. Voorzitter, ten derde. Financiën geeft aan. Een derde van onze begroting is aan schulden en rentes. Eerder rapporteerde de regering 40%. Nu is het 33%. Als we langer praten, misschien wordt het 10%. Ik weet het niet. Nochtans zegt dat weinig, gezien er vanaf 2017 al het niet veel anders was. Het aandeel van de rente en de aflossingen vanaf 2016 is te dragen geweest. Ik ga u in herinnering brengen. Oppenheimer 1, 2016. 2016 Oppenheimer 1 was van 45 miljoen of zo. Rentelast per jaar. Oppenheimer 2 komt. 125 miljoen rentelast, samen een rentelast van ongeveer, dacht ik, 70 miljoen US dollar per jaar voor beide Oppenheimer leningen. Eentje loopt vanaf 2016, ander 2019. Ja, dan berekent u, als die tweede Oppenheimer de dam heeft binnengehaald en u bespaart 72 miljoen US dollar, maar je Oppenheimer leningen hebben samen maar 70 miljoen, ben je budgetair neutraal bezig. Die 72 miljoen die u bespaart aan het dam, daarmee betaalt u die Oppenheimer leningen gewoon. U heeft niet eens extra middelen nodig. Laat staan die verhoogde inkomsten, goudolie. Voorzitter, dus rentelast voor beide Oppenheimer leningen vanaf 2016 kan nooit een ernstig euvel geweest zijn, nooit een onoverbrugbare uitdaging. Maar juist goud- en olieinkomsten zien we dat de minister toegeeft dat deze middelen worden gestort bij commerciële banken. Dat ook.
is de vraag hoeveel nu van die 900 miljoen US dollar wordt er werkelijk gestort bij de kom. We hebben gevraagd, geeft u ons die stortingen? Dit is een zeer ernstig feit, voorzitter. Zeer ernstig. Kunnen we die overzichten zo snel mogelijk krijgen? Dit kan niet. Logisch ook is dat als je een deel van jouw deviezenverdiensten zou inzetten, voorzitter, een deel van die 900 miljoen, zou inzetten voor de begroting, als u maar 200 miljoen uit die 900 miljoen, in plaats van buiten op de staatsschat had gestort, hebt u al 200 miljoen, 6 miljard. Waar ministers hier zitten te popelen over geld, dit past eigenlijk in het scenario wat ze noemen pressie leggen, om te zeggen, we gaan subsidie weghalen. Als je 200 miljoen maar uit die reservemiddelen had gezet, had u 6 miljard extra. Al die ministers die hier en het beleid, die snakt naar middelen, wordt er kunstmatig voor de schijn een begroting ingediend met lage inkomsten en lage uitgaven. Gaat u zoeken waar die middelen zijn. En we zitten hier te praten in een begrotingsbehandeling, waar we allemaal van middelen vragen. Terwijl die regering daar de middelen buiten houdt, voorzitter. Uit de wereld moeten we helpen wat de president zegt. IMF zegt hij, in 2016 moesten we doorgaan met IMF, voorzitter. Bijna is het lid BOVA steil achterovergevallen. Ik zeg het correct, toch? Wij zijn allemaal steil achterovergevallen toen we dat hoorden. De president in hoogst eigen persoon was op de truck aan het gillen. Weg met IMF. Weg met IMF. Voorzitter, en dezelfde president komt vandaag zeggen dat we met het IMF moesten gaan. Voorzitter, vanwege geen optie IMF Oppenheimer, want omdat wij gekluisterd hebben en niet naar het IMF zijn gegaan, zijn we naar Oppenheimer gegaan. Om dezezelfde mensen. En vandaag als die lening komt en die rente, zegt hij nee, ik wil de rente niet betalen. En ik ga herstructureren. Wat in de, voorzitter, de schuldenratio, de ratio's, voorzitter. Als u kijkt naar de ratio's van 2020, en dit gaan we ter plekke corrigeren wat de president gezegd heeft. Hij zegt 165% of 160% schuldenratio bij overname. Uw eigen bureau staatsschuld geeft hier aan. Eerste kwartaal 2020 schuldenratio 86%. Dan heb je 109%, 107%. 2020, vierde kwartaal, 111%. En u gaat door, u kunt doorgaan. 2021, 123% door die koers, door uw eigen koersverhoging. 124%, 122%, 129%. Dat is eerste, tweede, derde, vierde kwartaal 2022. 2021. 2022, 113%, 115%, 116%, 115%. Eerste, tweede, derde, vierde kwartaal, voorzitter. Hoe komt de president aan 165%? 85% begrepen we, dat was 2016. Daarna kwam COVID, noodtoestand. We hebben toen geld daaruit ook gevonden. Dus je kreeg 111%. Maar het is 111% gebleven in de buurt. Tenzij de koers omhoog gaat, dan ga je naar 120% en dat soort. Maar allemaal onder deze regering, voorzitter. Dat hebben we terstond gecorrigeerd. Er is geen enkel reden als we kijken naar schuldenratio dat dit gebeurd moest zijn. Ook niet 2016 IMF doortrekken. Want we hebben betere opties gevonden op de kapitaalmarkt. Voorzitter, acceptatie van een Vision 2020. Of elk plan dat we geaccepteerd hebben, toen geaccepteerd, hè, is niet een nationale dialoog. U kunt zich nog herinneren, in 2015-16 hadden we ISDB in het paleis alle maatschappelijke groeperingen uitgenodigd. Dat is een nationale dialoog. U luistert naar alle politieke partijen, naar alle maatschappelijke groeperingen. Dat is een nationale dialoog. Wij roepen op dat deze zaken ter hart genomen worden. Stapt u af van het Lazard IMF, van die formule. Vele vragen zijn onbeantwoord gebleven. Wij vragen de minister om die informatie. Ik dank u. En ik hoor hier de gewezen vicepresident, meneer Adin, zich volaf uitspreken over de Oppenheimer leningen. Alsof 6 miljoen dollars
rente betalen, voorzitter, uit die Oppenheimer leningen. Niks is voor de samenleving, voorzitter. Ik heb een interruptie van lid Adin. Je kunt wel moedig zijn, of menenmoedig te zijn als u maatregelen moet treffen. Maar evengoed bent u dwaas als u ondanks de cijfers, de wetenschap en de feiten wijzen dat u op een falend en onheilzaam pad aan het betreden bent, u toch stug doorgaat. Voorzitter, het IMF is duidelijk, je hebt je tranche, je hebt je maatregelen voordaan, je krijgt je tranche. Lender of last resort is IMF. Je gaat niet de hele dag op EHBO zitten. Op het moment dat je klaar bent met een tranche, heb je voldaan. En dan stop je als je wil, volgende tranche. U heeft dat ook gedaan. En daar is het wel disputabel waarom u gestopt bent. Kassenreserve is nooit gestolen. Moet een bewijs hier? Moeten we niet in principe direct tot orde roepen als er zoiets gezegd wordt, terwijl de centrale bank duidelijk bewijs heeft en aangetoond heeft dat het niet gestolen is? En tenzij u, want u bent een hele slechte recherche dan. Het geld heeft u nog steeds niet gevonden. Voorzitter, de dam is gratis overgenomen. De achterstanden van de rekeningen zijn betaald. 72 miljoen is bespaard bij de Oppenheimer-leningen samen, 70 miljoen. Budgetair neutraal, dus u zou het altijd kunnen betalen met die besparing. Voorzitter, ook als u zegt beloften, dan komt u morgen zeggen, ja, maar de omstandigheden zijn veranderd. Dus u zegt daarmee, wel als de omstandigheden veranderen, dan mag ik mijn belofte breken. En dat kan niet. Dank u. Ja.